Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. En Joert deel 1 van ons nagelnije serie De Bouke Tapes. Daarin centraal de verhalen uit de muziek vrot al je meemaken terug Bouke Algra. Decennia verliep begon hij met zijn maat Dick Jaarsma, het kantoor Telstar en letter in het oorgang in Diba Concerts. En uit die namen had hij toert met hele grote artiesten, onder andere de Dubliners, Ray Charles, B.B. King en zo kijk nog wel even teruggeven. In de komende weken geven wij Bouke trots de geschiedenis, de anekdotes en de verhalen. En we zetten hier het uiteindelijk met zijn jonge heren. Want waar is Bouke eigenlijk opgegroeid? Dat weer de eerste vraag aan hem. Ik ben opgegroeid in Worken, hoofdzakelijk. Want mijn huid wie politieman, dus die verhuizen in de Rijkspolitie. Die verhuizen natuurlijk nogal een paar keer. Dus ik ga in Sint-Johanneskerk lang wennen. En uiteindelijk ben ik in Workum terecht gekomen en daar heb ik het grootste deel van mijn jeugd zitten. Wat voor jeugd gaat horen? Nou, ik was wat rumoerig. U zei het weer natuurlijk een echte politieman, dus die zei het. Dan was naar de politie, dus ik belandde uiteindelijk naar mijn schoolopleiding bij de belastingdienst, want ze zeiden dat is zeker niet. Dat ik kreeg wat voor die en saan daar heeft. Dus daar heb ik natuurlijk een paar jaar zitten. Maar ja, Willem, daar wie natuurlijk net zo volle show om bij de belasting te werken en zo. Dus, wat voor school had je toen? Ik heb dus de ULO dienst, uitgebreid lager onderwijs en zo. Maar ik heb een hele hoop levenservaring erbij opdiend. Dus ik heb net zo'n zware opleiding aan, maar ik ben een echte praktijkman en zo. Maar hoe kwam je dan bij die belasting te lonen? Nou, dat is natuurlijk dan ik het cirkeltje. Hè? Dan zie ik eens ten eerste die opleiding hier. En dan zeg ik, nou, een beetje zekerheid. En dan begin je er en zo. Maar ja, goed, dat was natuurlijk net een geweldige match. Want als er werking is, het is logisch dat die chefs ik zeggen van, nou, dan moest studeren en dan moest dit dan en dat dan. Maar ik zit maar mijn kop in allerlei andere dingen. Ik zie het al een beetje in de muziekwereld te rotten en te werken. Ik weet de enige belastingambtenaar die een eigen kamer in snits. En toen zijn ze, hoe kennen ze dat nog dan? Hij werkt bij de belasting, hij zit hier op kamers. Maar waarom is die kregen? Die kamer? Nee, die hierde ik. Die hierde gewoon? Die hierde ik gewoon. Dus ik heel een beetje bijverzinste en dingetje. Wat is dan? Nou, als je op een gegeven moment. Ik ben begonnen. Daar is eigenlijk het hele verhaal begonnen. Als instelling wat shows ding voor de liefdadigheid. Rede Kruis, kankerbestrijding. Daar heb ik Sybrand van Haas van Wummers in Huid heb je daar nog eens een onderscheiding voor op het stadhuis in Workum uitreikt. Omdat we dat het weer idealistisch en zo. En toen dingen wij al leuke bandjes in de provincie. Maar de netto overigens ging keurig naar die goede doelen ta. Nou, op een gegeven moment, dan herst dat natuurlijk, ik wou het net om de goede doel, maar dan zei je, ja, je zit ik natuurlijk ook net zo vol mee op. Dat goede doel, daar krijg je waardering voor en dat vinden de meesten mooi, maar ik hier wat meer. Dus toen ben we meer de commerciële richting uitgaand. En dat is, ik wou wat stimuleerd. Op een gegeven moment, in 1965 ging ik in militaire dienst en toen kwam ik in de welzijnszorg terecht. Dus dat wie een aardige leerschool en zo. Dus. En toen ik nog steeds mijn belastingcontract, dan het wie ik zou, als toen in militaire dienst ging, dan kreeg strobbetellen een gedeelte van het Rijk. Omdat die militaire dienst zit. Een soort compensatie. Ja, maar dat jullie voor mij ook net zo volle, want ik wie al vrij snel onderofficier en dan kreeg ze daar ik gedeeltelijk voor betellen. Dus ik werd onderofficier welzijnszorg en daar heb ik een aardige leerschool hand. Ah, wie is toch sergeant? Ja. Ja, want ik denk, Willem, het is toch makkelijker als het in oor zit kerst. Wou je dat toilet even keer maar uitzien dan als het zelf dan wist. Dat delegeerde leiding wel. Ja, dat wel. Maar ik hoor goed met mijn soldaten en zo allemaal. Ik heb een hele leuke tiethand. Maar dan komt ze erom en toen wie ik weer bij de belasting. En daar ben ik 3 maanden geweest. Want toen hing de plan eigenlijk al clear van wij willen een commercieel bureau beginnen. En nou, dat wie in die tijden staan natuurlijk dus een grote persconferentie. En ik koek gelijk bij de baas komen of het een of het ander. Nou, ik zei, dan moet ik toch een ontslag nemen. En Dick Jaarsma, mijn collega, die werden een paar weken later voor hetzelfde stelt. Dus toen ben Dick en ik begonnen, hè, als theaterbureau Telstar. En wat we doen dingen, en dat ging ik in no time. Zei, we hier een kantoor op de Veemarkt in Snits. He, want we snits begon de Victorie.
En daar gingen we alle kasteleins bezieken. En we gingen ik al snel een aantal orkesten en zo. En die planden we hoor al, die orkesten. Hè? Dus, en daar kreeg je provisie van en zo. Maar we in die tijd natuurlijk, want toen bestelde ik de horecameesken. Die bestelden nog muziek via het arbeidsbureau. Die hier het arbeidsbureau hier een afdeling muzici en artiesten en zo. Dus dan bellen ze het UWV om maar eens even. Ja, dat dingen ze dan en zo. Maar wij batsten daarin en wij werden ik beïnvloed door Ben Essing. Ben Essing hier vroeger hier in Noorden en in Friesland en Oerl een gigantisch groot bureau. He, Ben Essing presenteert en zo in het park in Bolsward, de twee gemeenten Erensum, Kruisweg, Marem, maar zaten die allemaal klanten. En in die markt doekten wij in. En Willem, ik zit eerlijk zeggen, in Oorl je tijd, hier we de hele markt doornomen van Ben Essing. Hij hier niks meer, meneer Baars en zo, die een aardige man. Want wij gingen de lift erin, jonge meesken. En wij gingen wel meesken, we gingen goede orkesten. De Millionaires, de Torpedo's en neem het maar op. Ik de hele lauwe te zien van de Pied Pipers tot aan Ben Mol. Bruidsklokken luiden in de toren. Nu ga je een ander toe behoren. Uit zijn voorgoed mijn toekomstdromen. Tot dan. Feitse Visser en de Matadors. En geweldige Leeuwarden met het hart op een goede plaats. Alleen nog, de provisie, daar durven we eens even voor. Dan moesten we er eens even hinnen. En dan zei ze, we hebben het even die provisie jouw rekening, wist je. En dan hier ik al in, of hier staan in mei? Ja, ik ging rikken hier, maar die muzikanten altijd wel een hele goede relatie. Maar ik heb dat ik echt meemaken met de kermissen en de partijen en dit en dat. Die ene die altijd dwars zin is wie Kobus van de Wigo's. He, die zei, ik werk net met een koppelbaas en zo. Dus, ja, ik zei, maar ik hoorde met Kobus, ik wil goed. Kobus, gouden hart natuurlijk. He, maar zij is het allemaal begonnen en op een gegeven moment ik is landelijk werken. Willem, en dus wij hingen, in al die grote dancings gingen we dus artiesten, maar wie allemaal Nederlands, allround top 40 orkesten. De meesten zijn algerij jongen, we moeten een orkest hebben dat de bierkaan goed rint en dat we flink, hè, dat we die de hele filosofie. Maar artistiek is natuurlijk ook als voor oren dingen. Maar we worden steeds groter, Willem. Welke periode haast het eigenlijk, die beginperiode? Is dat de jaren 60? Ja, dat is de jaren 60. Ik ben wat, toen wist dat ik op leeftijd ben, dus ik ben wat minder met de getal. Maar dat wie in die periode, want ik ben 65 jaar, wie ik de militaire dienst en direct uit militaire dienst, ben we terecht begonnen. Zon 60. Maar toen wist lichting 68. Lichting 65, 12 dus. Ja. Ja. En wij gingen ondertussen ik wat meesken in Sjeerst en zo. En we zwakten in Nederland. We gingen ik bands uit de Torpedo's kwamen uit Brabant. En die pikten we op in de Champino Club in Drachten. En die jongens zeiden, wij willen dat maandorkest, willen we niet meer. Wij willen graag losse snabbels hebben en zo. Dit en dat. Ik zei, prima jongens. In een record had hier 60 zondag optredens voor die lui. En toen pakten we de markt in Brabant van Jan Vis en zo. Dus wij werden een grote speler op de theaterbureaumarkt. Wie er onderling een prote haat en nijp met die orenbureaus. Want je bent de new kid on the block. Je concurreren ze er dus eigenlijk voor een deel uit. Ja. Zitten ze erop te wachten? Ja, dus dat hier is het wollen. Dus er wie een hoop haat en nijd ik onder elkaar. Dat is het wel.
Dus en wat ik in mijn letterenwereld, de gruttewereld, daar is natuurlijk volle meer niveau zit daar. En daar word ik, ik heb met Mojo altijd fantastisch samenwerkt, wist je wel. Dus dat wie het net zei, hoe kennen we elkaar, maar in die theaterbrouwwereld, ja, daar kreeg ik wel wat van. Dat wie net altijd de spelregels. Straks, hoe het al je verder gingen is, maar je leert dus te verkeerpen en je steende te houden in een redelijk hurde wereld. Ja, je hebt een geld, belangen, kroegen, de hele industrie. Willem, als mij een doos met je speciale schoenpoets maaijoust en ik met Joert bij de winkels langs, ik zal je vertellen dat ik al die schoenpoets 125 blikjes verkeep. Want dat leest. Ik zei altijd in de horeca, ik kom langs, want dat maak een stukje een tas vol met foto's en grote plakboeken en zo. Ik zei, ik wil serieus met je praten, maar je vrouw moet er ik bij. Waarom? Omdat die vrouw natuurlijk vaak heel belangrijk weer en vaak de baas weer. En dat wie ik zei, dat zijn ze, nou Algera komt, fijn dat joden weer binnen. Hè? Ik kwam dan elk hier en zei, hek. Maar ik heb wel het verkeping geleerd, want dat moest wel, als mijn pruimie zeven huizen praast, hè, de paardenkoopman en zo, dan moest, ik zeg, oh, vergeet me, maar ik kijk dan wat voor Jenny. Hè, ze maaien die of ze maaien die net. Maar ik heb daar wel het verkeping geleerd, dat zou ik niet wel vertellen. Hoe zit het met de Lidse Bouke Algera? Wie dat, toen die zoon, wie je ekels had, verkeep mondje of net? Of wie wist beskierd en haast het letter geleerd? Ik heb het letter geleerd, ja. Ik heb het letter geleerd, de draai wie. Maar het van... jonkje Bouke, wat voor jonkje wie dat? Nou, dat wie uit voetbal en dat soort grappen hebben. Dus, maar ik. Wie is pleegs getrouw al? Voor het dagelijks of net? Ja. Hij de plisje? Ja, misschien hebben we toen een strenge kop. Ja, nee, maar ik. Mijn huid wie een ouderwetse plisje, maar wel een echte volksman, wist wel. Dus wij kwamen natuurlijk. Ik ben geboren in Nijlaan. En toen gingen we naar Sint-Jut, Sint-Johannesgeer, Rotsterhoule. Daar hier is het Ambonese-kamp. Daar is de overlevering van de veenarbeiders en de Spaanse meesken. Dus dat waren allerlei rassen. En de heerste de Bralsen en de Sloothaakjes. Geweldige, goeie meesken. Maar wat verdomme. Jouwe heer hier daar hand, die had zijn handen vol. Maar wie een volksman. Hij zit in het voetbal en zo. Zegt Bob Wim op? Ja. Ja, hij kon gewoon geweldig met de meesken omgaan. Hè? Slimme man. Bakkersknecht van vroeger, maar de politievak, daar wil die van maken. Want als je in die contraien de dwars in Ingis zei, ja, dan kerst natuurlijk wel verhuisjes, politie, man. Dat is net makkelijk. Maar dus dat hier, ik heb wel eens tocht van, nou, zo'n politievak is ik wel mooi, maar nee, ik heb toch een andere kant gekozen. En Mem, hoe had hij een rol in die lippen spelen? Wie Mem belangrijk of wie toch heet de politie? Ja, Mem wie ik altijd wat salvend en wat. Ik kreeg heet wie natuurlijk kort voor de kop. En die zet dat luister in als ik was dan lel maar de gummies toch krijgen. Want kwam zei ik uit die buurt wij of ben zei ik opgroeid? Nee, ik ben allemaal. Heet kwam uit Koudum en dus Mem kwam uit Stavoren. Dus de zuidwesthoek en van Friesland. Wat hoe heette ze? Dus Mem je het Akke Visser wie dat en dus heet wie Sietse Bouwe Algera. En wist u enigst ben? Nee, ik heb nog één zuster, die is Lauwert. Die is een peer ouder als mij. Ja, maar we zijn echt in een politiegezin opgegroeid en samen met de nodige strubbelingen. Want ik weet niet de makkelijkste, maar wel een evenwichtige familie, liefde. He, goed. He, dus, en net, u zei het, weet ik altijd, vroeger die zei, als je een pilsje hebt, was toen viertje, dan dust dat mannen door dat thuis. Maar ik wil net als je dat op strutten dust of zo, wist u? Hij wil vooruitdenkend. Dat heb ik met mijn benen altijd gehad. Ik zei, we moeten net de harnazone in alle opzichten modern denken. Bist niet sinds geen, maar wist geen hippie? Nee. Had hij dat ooit? Nee. Lutsen of net? Nee, dat leven laten leven, zo prima. Maar ik vond de militaire sinds, dat kon ik niet geweldig ontplooien, wist je. Want als je wat handig bent, dan is mijn baas wie de coach van de militaire wielerploeg met verder dan Hertog in die tijden. Dus daar ging ik ook altijd mee op die Olympiast Tour door Nederland, daar zat ik bij. Dus ik heb daar wel, ik zit in de Willem III-kazerne in Apeldoorn, daar heb ik een gouden tijdhand. Goed, als onderofficier bent, dan moest je natuurlijk leiding gaan, de hersen stafcompagnies en zo. Dus dat wereldje, dat lijn mij wel, Willem. Ik vond dat wel leuk. Maar in positie weer, wat ik zeg, ik heb in Chien zitten. En het voelt me altijd op mij het middenkader, hè, de sergeanten, van onderop water zien hoe ons kopt en van boven ook. Hoe weer dat in dien geval?
Ja, nou, dat wie natuurlijk wel eens wat moeilijker zou, hè? Van artikeling en als een streepjes en zo. Ik zit in Lauwert. Ik begon op een gegeven moment in Maastricht. Dus dan zie ik de hele snijdion van Suizoren om in Maastricht te bereiken. En op een gegeven moment was dan een streephest en zei dan wie het wel van artikelen en dit en dat. Die wereld ziet er dus tot nog in. Maar goed, ik ben altijd wel een man geweest die mij de meeste kan omgaan kennen. Zo. Dus ik kijk nooit zo, nou, ik heb een streep en dit en dat. Dat interesseerde mij geen donder. Maar het wie was er, hier is een wat makkelijker leven. Wat de soundtrack van die jeugd, wat voor muziek houdt het zelf van? Nou, dat zal ik je vertellen. Mijn grote idool, en daar komen we nog wel even op. Dat wie de rock and roll, Little Richard, wie mijn grote idool. Ik ben met mijn vrouw, die had hier een zaak elektronica aan zijn. Daar kocht ik dan zo'n ouderwetse pick-up. Hè? En dan wie ik zo trots als wat, met een paar spiekertjes erbij en zo. En daar draaide ik een allermachtigste hoop rock and roll. Dus Chuck Berry, Little Richard en zo, dat hele spul. Richard is mijn absolute idool. Good golly, Miss Molly, Tutti Frutti, Send Me Some Lovin' en zo. En dan zal ik je straks een mooi verhaal vertellen. Ook toen ik bij Little Richard aankwam op de het Hyatt Hotel op Sunset Boulevard. Volgende aflevering. Even toch, want Little Richard dat in held, ik ver van die bed, joh. Op dat moment denk ik ook net. Ja, als je dat... Ja, dat is toch bizar, dat is letter mee zijn man. Ja. Ja. Tours, maar toen stond hier in Friesland was de jonge Bouke nog roerast. Ja. Maar toen werden de rock and roll natuurlijk, Bill Haley en Little Richard en zo, dat kwam de 50er jaren, 60er jaren en zo. Dat werden behoorlijk draaid, hè? Die platen. Vet. Maar kwam zij toen al naar Nederland daar van concerten? Nee, dat wie Fats Domino, wie natuurlijk ik zo'n man, Blueberry Hill, die werd ik oordeel draaid, de Everly Brothers. Hè, dat wie die hele muziek zien, en daar hiek natuurlijk wel van mij. Dat vond ik mooi. Welke radiostations is er daarvoor? Wist dat nog? Nou, ja. Ja, dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Ik denk toch dat gewoon heel veel Radio Luxemburg natuurlijk. Benny Brown Power Plant. Radio Luxemburg. En Hilversum 3, wie het doet nog? Ja, Hilversum 3. Ja, en Top of Flop. En dat soort grap. Goedenavond, dames en heren. Ik heet u van harte welkom bij de eerste aflevering van ons programma Top of Flop. Ik vond die hele muziekwereld wel verschrikkelijk leuk om naar te luisteren. Maar ik hie al lang direct ik al belangstelling wat er achter rond allemaal is. Maar ja, het heet politie weer en mem ook aan een fatsoenlijke kant ziet. Ziet zij net heel bot, zeker toen ik van die muziek, jongen, dat is van de duivel, nee, of net? Nee, ik hier altijd die muziek hartstikke luid aan en het enigste wie ken die muziek wat zachter, maar dat is een kreet die natuurlijk ik de elke kid wiet van Duddy Harry wat zachter. Hing je hem al in een radio trouwens of zit er een platenspeler in hoes? Nee, die platenspeler die ik zelf. Ja. He, en die rol ik om het hierin en zo. En ik werd wat grutter en zo. En dan zit ik op mijn eigen voorkant dol te vallen in het huis daar. En dan draaide ik een hoop rock and roll en zo. Dus. En vooral Little Richard, die ik stapel gek. Wist nog waar die plaat mij kwam? Waar is die kost? Die kocht ik gewoon in platenzaken. In is een vers plakje, woerel wat? Ja, woerel wat.
Ja, ik wie net een diehard liefhebber. Die muziekindustrie is natuurlijk letterlijk verhoren. De mogelijkheden die... Nou ja, we zullen maar heel aan het praten hoe het nou is. He, dat we allemaal toch wel beperkt en saai. En de plugging van dat soort dingen. En zie ik een hele hoop top 40 muziek. Of top 40, maar he, muziek die een hoop draait. Dat gebeurt allemaal. Nou, en de tijd van de, en toen zei ze het zelf wel heel mooi. Orkesten. Je zult je wel geen enkele band meer orkest nemen. Nee. Maar dat weer nog de tijd van de orkesten. Ja, ja. Kobus, de naam valt al even. Weer natuurlijk in Friesland de nummer 1 van de orkesten. Ja. Toen Nekkel trouwens. Ja, dat Wico's wie natuurlijk altijd wel een begrip. Maar wie zijn een van de volle of van de meerdere? Of wie, nee, of wie zie de Wico's er toch wel een beetje boven? Nee, de Wico's wie een gerenommeerde. Maar dat wie ik, de Pied Pipers, de Red Hot Peppers en de wie. En wij begonnen toen zelf met het Zigzag Trio. Johnny Eskes op toetsen en alles. Guido Herema als zanger. Mijn zwager Jan de Lang is helaas overleden, zei Jan al. Op drums. Ja, dat wie natuurlijk een waanzinnig trio. Godverdorie. Dat wie zo verschrikkelijke goed, Willem. En ja, die zetten we de markt in. Nou ja, die hebben natuurlijk zo'n verschrikkelijke hoop werk. He, dat rond de spuigat nu. Dus die markt, wie dat dus wel voor? Hoe zit het met de famkes en Bouke? Nou, ja, ik heb natuurlijk... Weer een mooie tijd, dus puber wie is, ja, jong wie is. Ja, nee, mooie tijd. Maar ik eerst achter de muziek hoor, de draait platen, ja, hippe platen, destijds. De Little Richard wie hip en hot en happening. Ja. En nou, de hoogst van de achterkant van de organisatie van dat concept. Nee, daarom. En, maar wie er een prode vrouw, voelt het leuk, vrouw? Ja, dus hier is in die tijd. Nee, maar ik bedoel, de nodige vriendin, dat wie zo. Dat gaat toch altijd automatisch. Maar geest er nog met die dames ik naar concerten of naar die orkesten dan? Nee, dat wie allemaal nog wat minder en zo. Dat is net het hè, die orkesten hier natuurlijk. Ik heb weer hun fans, hun groepies en zo. Wat de miljonairs naar Friesland kwam, dan zingen ze ik in rij en de dames. He, en naderhand, dat is ik wel grappig. Wij hier natuurlijk ook een hoop in snits. Hier is de lichtboei, die is de snekerpan. Dat wie een maandzaak. En daar hier we 6 dagen per week een orkest, Willem. Live muziek. He, dus uit Bulgarije helden we de orkesten. En dan werk ik samen met agenten daar wij. En die stingen je. Dus die heeft een hele cultuur. En dan hier is die Haagse orkesten, zoals de Tielman Brothers net, maar wel de Crazy Rockers en dat soort jongens. Nou, de vrouwen vinden dat natuurlijk stapel gek op. Dus wij hier wel een stuk of Telefoon, Quasar en zo, al dat soort orkesten. En die het was net een pionnenspel van Joost Champino, Mondaire en dan in Duitsland en dit en dat. En bergen van die jongens. Ik denk er wel wat zien van die jongens. Die wennen nou nog op een oude dag met de verpleegster die ze hier troffen hebben in de snekerpan of zo. Is dit? He, Woody die wennet in Sibranda buren en zo. En Ramon Chauvillot de Blaf van Reduction die wennet bij mij in de buurt en zo. Dat is allemaal wel leuk. Als ik zien kom, dan zit ik... Die vrouw heeft aan mij te danken. Zo zit ik dat altijd. Maar goed, ik zelf, ik natuurlijk wel de nodige vriendin. Maar op een gegeven moment ben ik bij een worker met een vrouw. En dan ben ik nog altijd met trouwd. 45 jaar, denk ik. Ik heb wel in een talkshow. Aukje Abbringhingst. Lieve vrouw. Twee ben. Treien ben. Treien ben. Twee dochters. En een zoon die in Zweden woont. Mooie tijd dus. Mooie tijd, Wil. Mooie jeugd gewoon. Ja. Ja. Hier is toen al het idee van, ik maak die muziek in. Dus zei ze, ik ben er nieuwsgierig naar. Er was natuurlijk geen opleiding. Ik bedoel, had je wel een academie voor popcultuur. Er was een D-drive, nou ja, management, creatieve business. Kids daar gek naar opnemen, er is een opleiding voor. Die deed natuurlijk net. ULO. Ja, dat weer. We het vaak zelf uitvonden. Want we hebben contracten, yield, de hele We het
zelf uitvonden, zei dat hele vak. Want het wie natuurlijk, toen we begonnen, dat zei ik al, het arbeidsbureau bemiddelde erin. En een bureau wat dat wie een koppelbaas en zo. Dus die hele strijd hebben dus ik wel voerd. Alleen dat de horeca ging snel maar. Die zeiden, ja, die lui ben serieus. En ze komen met goede producten. Hè? En toen begon dat. Maar we hebben dat allemaal zelf uitvinden moeten. Het wie alleen nog zou willen. Hè? En dat draaide allemaal goed en zo. Toen kwam de actie Schuimkraag. Want de belasting werd wakker, de regering werd wakker. Wij hebben altijd, want we zitten wel in de FECTA, in de organisaties. Maar op een gegeven moment, als je een stukje muziek inhuurde in een café, dan zeiden ze, nou, het kost €400. En de baas moest er de belasting op betalen. Ja, de ene baas ding het keurig, maar de andere ding het net. Als je, bij u kon ze ik een contract, het kon netto of bruto. Hè? Bruto wie mij de belasting en de hele reut erin. En netto wie contant. En daar zit natuurlijk dus die schuimkraagactie en zo. Van vader Abraham tot aan Mies Bouwman. Iedereen kreeg de belasting op zijn dak. Maar Telstar kreeg de belasting ook op zijn dak. En dat hebben hele processen. Ik heb altijd, want ik ben wat dat betreft, kom ik uit een gezagstrouwe familie en zo. Dus ik wie net een sjommelaar. Ik zei, nou ja, we doen het samen even. Ik wie dus voor de sanering van het geheel. En ik heb vaak in de Rijksaccountants zien. Ik zei, wat je nou doet, dat is natuurlijk, might see elke artiest zelfstandig. Ja. Maar BTW erbij is dan een mis van. En dat is naderhand ik allemaal gebeurd. Maar Telstar had daar natuurlijk een enorme klap van kriegen en zo. Op een gegeven moment zijn we, nou ja, we vregen het faillissement maar om, want dit heeft geen zin. En toen ben we, dat hebben we dient. En toen hebben we nog, want als het met de belasting in de claims is en zo, dan krijg je natuurlijk een rechtelijke situatie. We hebben die processen allemaal tegen de belasting won. Want de belasting denkt, nou ja, dat is een bureau, dat bemiddelt erin. Dus die zou ik daar maar even voor ontslaan, hè, als verantwoordelijke. Maar dat wie er net, wie ik net een gezagsverhouding. Want als we zitten hier in de eerste pub in Snits, dat Jan van Uzen muziekje heeft, dan is hij de baas. Dan ken ik net zitten, je moet in de bleerde konst ingaan of zo. Zo leidt dat, wie een hele ingewikkelde juridische. Afijn, we hebben dat allemaal aan de kant laten en zo. En we zijn erop naar begonnen. Maar toen, Willem, hier ik al de drive. Ik denk, ja, dat hele gedoe. Met alle respect met die Nederlandstalige orkesten en de top 40 en zo. Ik wil wat meer. En toen is de internationale carrière, toen wij naar die debakels van waarop Nij starten, Dick Jaarsma en ik. Toen hebben we signed van, nou, begint. En toen hier ik. Was dat verhaal nou jaren? Dus langzaam, of zo, we dit even. Wij bereiden ze er voor deze aflevering naar een Bouke. En dan geven we deel 2, geven we tot die bak concert samen met die Maat Dick. Ja, dat want dat is begonnen na de hele situatie.